We stormen gelijk door met de presentatie van het boek van Titia. Titia Schut. Kan nog heel even weer aandacht voor de volgende? Straks gaan we koffie drinken en alles. Hierna is een pauze. De overkant wel aan. Titia, haar boek, haar bij de kleurrijke schrijvers, kwam in april uit. Maar Titia zei, ik heb al zo lang een verhaal in mijn hoofd liggen. Of ze had het zelfs al geschreven. Een prentenboek voor haar kinderen. Nou, de kinderen zijn inmiddels, ik geloof, 17 en 18. Maar, nou ja, 18 en 14. Maar dit is dus typisch een boek in de serie Beter Laat Dan Nooit. Hier is hij dan. Het prentenboek Tom en Streepje. Wij hebben Anita erbij gevraagd. Die heeft ook een noodend moeten rijden om hier te komen. Want Anita is de illustrator van het boek. Dus zij heeft deze prachtige tekeningen erbij gemaakt. Dus ik vind het echt superleuk dat, dat je ook kon komen. Want Anita die heeft vanmiddag nog een workshop die ze zelf geeft. Dus ze kon er eigenlijk niet bij zijn. Maar ze zei, nou, met een beetje passen en meten moet het wel lukken. Dus, ik heb eigenlijk nog een boek nodig, Renze. Ja. Huh? Dat is Renze, dat is mijn jongste zoon. Ik geef de eerste vast aan jou, alsjeblieft. Jouw prentenboek, en dan krijg jij er zo ook nog een. Hier is jouw kleurrijke mok, en jij krijgt er zo ook een. Zo, dan heb je hier de volgende. Leuk. Nou, dat is dan het boek van Titia. Wil jij zelf nog iets erover zeggen? Ja, wat zal ik erover zeggen? Het is een soort droom voor de tweede keer die uit is gekomen. Want ik had het verhaal al echt jaren geleden bedacht, toen mijn kinderen nog klein waren. En toen droomde ik er altijd van dat ik ze voor kon lezen uit het boek. Nou ja, zoals jullie horen zijn ze al 18 en 14. Mijn dochter staat daar. En zonder Anita was het ook geen boek geworden, want ja, wat is nou een prentenboek zonder prenten? Nee. Dus ik ben jou heel dankbaar dat je wat hebt gedaan. Ja, ik vond het ontzettend leuke opdracht. En, ja, hè? Ja. Dus ja, ik heb één boek te doen. Nou, fijn. Ja. Nou, ik, ik had bij jou natuurlijk ook. Ik had geen beker voor je, want die had je al gekregen. En twee boeken is wel een beetje veel in een jaar. En nu dacht ik ineens, oh ja, en Anita kwam ook. Dus uit je koets. Oh, ook je post even. Dankjewel. Ja, dat vond ik super leuk dat je komt. Maar dan heb ik, dat is had ik allemaal van tevoren geregeld. Oh, kijk eens wat leuk. Ja, toch leuk. Ja, kom goed. Ja. Zorg dat je komt, Anita. Nou, we gaan even pauze houden. Dus er komen zo ook hapjes en wat kiesjes en dat soort dingen. Dus Petra die kan dan nu gaan signeren en dat soort dingen. Ja, je moet een pakket doen, toch? Een verrassingspakket moet je ook signeren. Laat je de tafel droog maken, hij is een beetje nat. Even, nou, ik leg het boetekleed er wel op. Jij legt het straks ook buiten, hè? Want de boeken van de auteurs die verschenen zijn in april, dus ook van Titia, van mij en Esther, die zijn er ook allemaal. Dus als jullie die in willen zien of aanschaffen, gesigneerd, dan kan dat. Ja.